Hoi hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Deze keer een shopping haul video, want ik heb met mijn verjaardagsgeld leuke spulletjes gekocht bij Hobby Vision. En ik wil gelijk maar even ook in deze video laten zien wat ik al voor mijn verjaardag had gekregen aan knutselspullen. Het is niet heel veel, maar ik ben er wel super blij mee. Namelijk, ik heb deze perforator gekregen van mijn zusje. En daarmee kan je van die paddenstoelen gaatjes maken. Waarmee je dan met van die schijfjes een binding kan maken. Super leuk. Heel gaaf. En daar maak je er 4 tegelijk mee. Dus je kan het dan schuiven. En dan kan je dus tot en met 12 gaatjes in een A4'tje werken. Nou, super fijn. En een heel mooi kleurtje. Kijk. Hele mooie mintkleur. En dan kan je dus dat meemaken. Even kijken hoor. Ik zal even kijken of ik hier een stukje papier heb om de gaatjes te showen. Kijk, zulke gaatjes worden het. Super makkelijk. En daar kan je dus van die schijfjes in doen. Dat was een cadeau van mijn zus. En van mijn vriend heb ik... Hij past misschien niet eens eronder. Nee, dat is haast niet te doen. Maar de... Hoe heet die nou ook weer? Big Shot Plus. Een A4 stansmachine. Ik moet het handvat er nog steeds op draaien. Heel erg. En ook de gebruiksaanwijzing nog even lezen. Maar ik denk dat het niet heel veel ingewikkelder is dan mijn oude stansmachine. Maar dat was maar een A5. En dan moest ik altijd heel erg moeilijk doen. En schuiven en doen met die mooie Janine's Mindful Art Slim Line stansen. En andere grote stansen. En nu kan ik dat gewoon super deluxe in één keer door de Big Shot Plus halen. Heel gaaf en daar ben ik mega blij mee. Dus dat zijn de cadeautjes die ik al had gekregen. En dan had ik nog wat geld gekregen. Nou ja, dan worden dat natuurlijk toch knutselartikelen. En daarvoor ben ik langs de webshop van Hobby Vision gedaan. En wat heel leuk is om even te laten zien. Als je iets bestelt bij Hobby Vision, dan krijg je altijd heel persoonlijk degene die je een groetje van degene die het heeft ingepakt. En als je HV Happiness, hashtag HV Happiness gebruikt, dan maak je dus ook nog kans op een bon, een cadeaubon elke maand. Super tof idee vind ik dat. En nou ja, ik ga niet meedoen, want ik gun het jullie allemaal. Maar ik vind het wel een heel leuk initiatief. Wat ik gekocht heb, nou is in eerste instantie natuurlijk van die schijfjes om bij mijn holpunch te kunnen gebruiken. En ik heb voor Paramore gekozen. Ik dacht, dat kan bij heel veel dingen. Kan je dit in allerlei kleuren kopen. En dit is van We Are Memory Keepers. En ze noemen het planner discs. Dan heb ik een setje tape gekocht. Het is fabric tape. Stof dus, stoftape. En ik heb een beetje natuurtinten van 49 en Market. Of natuurtinten. Het is echt een beetje botanisch. Dus met bladeren. Hier zie ik een vlinder. En een beetje een groen-grijze kleur. In 3 verschillende maten. 4 rollen. Een hele brede. En waarom ik dit heb besteld is omdat ik wel eens had gezien dat er hele leuke boekjes mee gebonden worden. En het is natuurlijk wat sterker dan met gewone washi tape. Dus vandaar dat ik dit setje heb gekocht. Mooi hè? Dan heb ik deze gekocht. De grotere paper dolls zijn allemaal, zeg maar, hoofden met schouders. Hier achterop kan je ze zien. Mannen en vrouwen en kinderen. Ook daarvan had ik verschillende leuke ideetjes gezien. En ik had ze nog niet, dus ik dacht, die wil ik er ook heel graag bij hebben. Noemen ze dit speciaal? Portraits noemen ze dit. Van Tim Holtz. Lekker veel altijd zit er in de zakjes van Tim Holtz. Dus hoef je niet zo bang te zijn om te beginnen met een keuze maken. Dan had ik nog een... Even kijken of ik hem goed in beeld kan krijgen. Een jelly roll. Een witte gelpen. Die miste ik eigenlijk nog in mijn collectie. Ik deed het meestal met de Posca pen. Maar hier zit zo'n mooi fijn puntje aan. Waar ben ik? En dan hoop ik... Hij wil het slecht scherp stellen, hè? Maar in ieder geval, daarmee wil ik, kan je projectjes afmaken. Dan kreeg ik nog een cadeautje van Scrapboys. Een leuk knipvel met
van het merk, of van de lijn Violetta. En dat is een beetje bruidsgerelateerd met mooie roze en paars tinten. Superleuk cadeautje. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Verder bestelde ik nog, en dat steken ze voor de zekerheid in een zakje, de navulling van mijn Art Glitter Glue. Die was bijna op en nu kan ik hem lekker bijvullen. Er zit lekker veel in, dus daar kan ik een paar keer mijn flesje mee vullen. En dan nog een lief briefje, die ga ik zo meteen laten zien. En ik heb dit papierblok besteld. Dat is de Remember the Magic van Echo Park. Echo Park Papers Co. En dat heb ik besteld omdat we gespaard hebben en naar Disneyland gaan in juni. En dan wil ik natuurlijk een heel gaaf album maken. Dus met mijn gezinnetje gaan we naar Disneyland. En met dit mooie papier wil ik straks de foto's in een album gaan gebruiken. Er zit een heel mooi stickervel bij waar ik het mee kan versieren. En super leuke pagina's. Ik zal misschien even de pagina's door eruit halen en aan jullie laten zien. Ik vind de kleuren echt heel leuk passen bij het thema. Ze dus hebben een pagina met verschillende kaartjes. En niet over de top Disney. Dus dat vind ik ook wel leuk. Achterop, het is allemaal dubbelzijdig. Mooie stipjes. En hier leuke petten en een koffertje. Allemaal leuke hapjes die je daar natuurlijk kan bestellen. En sterren. Deze ook heel grappig, kan natuurlijk als achtergrond gebruiken, maar kan ze ook uitknippen en bij de foto's plakken. Dat weet ik nog niet wat ik ga doen, maar dat zou ook wel heel erg geinig zijn. En de achterkant is een blauw schuin streepje. En hier vierkante kaarten en onderin kleintjes om te versieren. Leuke teksten. En daarin is een mooie gele pagina. Eentje met het kasteel erop in verschillende met verschillende kleuren banners en vuurwerk erachter. Oh, en een lekkere stip. Altijd goed. Hier een met sterren. En het leuke van dit papier is dat er aan de onderkant ook stroken zitten. Waar je natuurlijk weer gebruik van kunt maken. Dus het is eigenlijk alleen om het merk en alles op te schrijven. De codes en dat soort dingen. Maar je kan hem dus ook hartstikke leuk gebruiken omdat er een printje op staat. Een wolkje. Het handje van Mickey. En een mooie rode ruit. Dit zijn leuke banners. Grappig. En een zwarte stip zoals in het begin. Allemaal leuke tickets die je dus net als die spraakwolkjes kunt uitknippen. Maar ook als basisachtergrond kunt gebruiken. Als je daar restjes van overhoudt, dan kan je vaak die plaatjes weer heel leuk uitknippen. En een mooie wat kraftkleurigere met sterren. Ballonnen, omdat het natuurlijk een feestje is daar. En weer een hele leuke ruit. En hier weer eentje met kaarten in verschillende maten. Aan de ene kant. Ook nog een grote ticket waar je weer een verhaaltje op kan schrijven. Vind ik ook wel heel erg leuk eigenlijk. En vuurwerk. Ik heb er zoveel zin in, jongens. De kinderen ook trouwens. Maar ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. En hier allemaal food, kleine food stalletjes, popcorn en wat zie ik allemaal, ijs, souvenirtjes. En daarachterop een lekkere streep en dit is volgens mij het stickervel. Ja, het is een wat dikker stickervel. Dus de stickers zijn een beetje meer kartstokachtig denk ik. En ja, superleuke afbeeldingen natuurlijk, waarmee ik de pagina straks gaaf kan versieren. Ik had hem eigenlijk nog niet eens opengemaakt, dus ik vind het eigenlijk wel leuk om nu even dat even met jullie samen heb gedaan. De bladzijden dus allemaal goed heb kunnen zien. En dus dit gaat een album worden en ik denk erover om dat album ook te maken weer filmend. En wellicht dat jullie dan ook een leuk album kunnen maken. Misschien zelfs ook wel met hetzelfde blok van Echo Park. Dat had ik besteld van mijn verjaardagsgeld. En dan had ik van Janina ook nog super lief 4 blokken van Studio Light gekregen. Die zijn nieuw. Eentje daarvan is ook een DIY blok. Geïnspireerd op de Janine's Mindful Art Collections. Allemaal verschillende door elkaar. Dus niet specifiek één van de collecties is daarin opgenomen. En wat er in het blok zit is eigenlijk A4. Ik zal even achterin. A4 dubbelzijdig.
hoe heet dat? Designpapier. Ik kwam even niet op het woord. Zie je in allerlei kleuren en echt in de Janine's Mindful Art stijl. Met dat beetje romantische, dromerige, vintage afbeeldingen. Ik hou ervan. Er zitten 2 pagina's steeds van iedere bladzijde in. Ook van de plaatjes. Dus dit is een pagina met allemaal rechthoekige journalkaartjes. Waar je achterop kan schrijven en in je projectjes kan steken. En er zitten 1, 2, 3, 4, 5 verschillende A4 vellen met uitdrukplaatjes. Dus je hoeft lekker niet te knippen. Niets uit te knippen. En allemaal hele mooie vintage bloemen, klokken, boeken, bingo kaarten, dieren, veel vogels. Vaak zitten er ook vlinders bij de Janine's Mindful Art. Leuke oude tickets. Hele leuke plaatjes, ornamentjes zie ik hier nog. En 1 pagina met tekst. Teksten, tags en leuke, hoe zeggen we dit? Hoe noemen we dit? Wennertjes en zo, hè? Sterren en dat soort dingen. Dus daar heb ik gekregen. En dan mag ik leuke, hoe heet dat nou? Lives mee gaan doen. Dus binnenkort op Hobby Vision ook wat leuke lives met deze blokken. Dit is een andere van Essentials DIY blok. Dat heet Aged Wildflower. Vind ik ook hele mooie. En daarin zie je veel bloemen, margrieten en zonnebloemen. Wat warmere kleuren zie je erin. En echt een beetje in die vintage vervaagde stijl. Je ziet wat script en muziekpapier op de achtergronden van die krassen. Dus echt een beetje dat oude, verweerde komt overal in terug. Het is een hele mooie grijsblauwe kleur zit er hierin. Oh. Dit is ook leuk. Zo'n ouderwets tafelkleedje, zoals bij je oma. En hier poppies. Ik kom nooit op klaprozen. Ik vind poppies zo'n leuk woordje dat dat nooit meteen het juiste in mijn hoofd komt. Kijk, en hier ook weer met mooie oude vintage foto's. En viooltjes, hier weer de margrietjes en de klaproosjes. Echt een beetje lente, vintage lente pagina's. En weer uitdruk, tags, banners en teksten. En allemaal leuke losse plaatjes. Dus geen knipwerk voor mensen die dat vreselijk vinden of niet zo goed kunnen. Hele fijne blokken. Zit lekker vol, lekker dik pak. Ik denk een hele leuke aankoop. Dan is er ook nog eentje Sunny Summer. Die is weer van de frisse mintgroene en de lavendelblauw, de bessenblauw, paarse kleuren. Ook heel mooi. En de achterkant zijn daar allemaal effen. En dan aan de andere kant van die A4 vellen. Mooi designpapier met vaak een mooie hoek of rand eraan. En dan, dit doet me een beetje denken aan watercolor, misschien met aquarelpotloden en daarna met water. Dat is een beetje de achtergrond. En wat kleinere motiefjes zitten er ook bij. Hier met de besjes en de witte bloemetjes. En van dat echte lente, zachte kleurtjes, de bijtjes komen er weer. Ik zeg lente, maar het heet Sunny Summer. Dus dat is een beetje verwarrend. Misschien, ik moet geen lente zeggen. En dan hier weer de kleine journalkaartjes. Ook weer in diezelfde kleuren. Heel mooie zachte tinten. Licht blauw tegen het paarsige aan. Ook weer teksten en tags. En weer heel veel mooie leuke plaatjes van de bessen. De bloemetjes, de bijtjes. Mooie kransen zitten erbij. Kan je ook weer hartstikke toffe dingen mee maken. Dus ja, je snapt, mijn hoofdje ratelt, ratelt, ratelt. Om te kijken wat voor leuk ik hiermee kan maken. Seaside is het laatste blok. Nou, dat is heel erg. Doet me denken aan vakantie aan de zee. De meeuwen, bootjes, de strandtas, schelpjes en allerlei andere zeegerelateerde plaatjes en dingetjes. Een vel met strandzand, palmboom, hier een mooie jacht,
palmboompjes, zee en schelpen, vuurtorens. Dit is ook een mooie pagina voor er tussendoor te gebruiken of als basis. Hier weer grover zand, strand, strandzand. Ik gooi dit lekker door de war. Journalkaarten, ook weer allemaal in het thema. Krijgt zin van in de zomervakantie als ik hier naar kijk. Weer tekst en teksten, labeltjes en bannertjes. En heel veel mooie uitdrukplaatjes. Ik word hier wel blij van. Dus dat heb ik dus ergens ook nog gewoon cadeau bij gekregen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even te zien wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen en heb gekocht. En ik zie jullie de volgende keer graag weer terug. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!